In de bibliotheek van het grote schoolgebouw zit een jongeman. Op de tafel voor hem ligt een stapeltje boeken. En daarnaast een schrift waar hij dingen op kan schrijven die hij wil onthouden. Weet je wie het is? Het is James Fraser. En James is 20 jaar. Hij is heel hard aan het studeren. Dat kun je wel zien. Hij leest al een hele poos en dan soms schrijft hij weer wat op. James weet heel veel van techniek. En hij leert veel over hoe je slimme machines, apparaten kunt bouwen. En daarom zit hij veel in de schoolbibliotheek. Want hier kun je heel veel lezen en leren. Maar als je goed kijkt, liggen er niet alleen maar boeken op tafel. Op een stapeltje boeken ligt een folder. Die heeft hij gisteren van zijn vriend Tom gekregen. James heeft de folder gelezen en steeds pakt hij hem er weer bij en leest hij er weer in. Dikke rimpels komen dan op zijn voorhoofd, want je ziet dat hij heel hard nadenkt. Hij denkt na over wat er in de folder staat. Steeds weer. Weet je wat er in de folder staat? Hij leest: als de Heere vandaag terugkomt. En hij ziet dat er nog heel veel mensen niet van hem gehoord hebben. Wat moeten wij dan zeggen? Zullen we ons schamen? Ons schamen dat we heel druk geweest zijn? Druk met dingen voor onszelf? En als we de mensen niet over de Heere God verteld hebben? James moet hier steeds weer over nadenken. Want hij weet dat er in China nog heel veel mensen nog nooit van de Heere gehoord hebben. Heel veel mensen dienen nog de afgoden. En hij, James, hij kent de Heere wel. Hij weet hoe de vrede van God in zijn hart gekomen is. Maar hij is druk met zijn studie. Hij leert heel hard. En druk met muziek maken. Hij kan heel goed piano spelen. En nu moet hij steeds aan dat foldertje denken. Hij leest weer even in een boek. En dan pakt hij weer het foldertje. En langzaam komt er verlangen in zijn hart. Zal hij de mensen in China over de Heere gaan vertellen? Achter op de folder staat het adres van de zending. China Inland Mission staat erop. Weet je wat hij zal doen? Het adres staat erbij. Hij zal een brief schrijven. En als hij die avond thuiskomt, gaat hij een brief schrijven. Hij schrijft: ik ben James Fraser, 20 jaar oud. Ik studeer techniek en ik kan heel goed piano spelen. Maar ik geloof dat de Heere mij roept om zending te worden. De mensen in China moeten van God horen. Wilt u mij uitnodigen voor een gesprek? James schrijft zijn naam eronder en dan gaat de brief in de brievenbus. Zouden ze hem, James, uitnodigen? Een tijdje later zien we James een groot gebouw in Londen binnengaan. Boven de ingang staat China Inland Mission. Het is het gebouw van de zending. En daar heeft James vandaag een gesprek. De mensen van de zending stellen heel veel vragen. Waarom wilt u zendeling worden? Hoe weet je dat de Heere dat wil? En nog veel meer. Maar weet je waar ze ook naar vragen? James, ben je gezond? En dan vertelt James dat hij wel vaak last heeft van oorontsteking. En dan kijken de mensen van de zending ernstig. Ze zeggen: als je zendeling wilt worden, dan moet je wel gezond zijn. God zendt alleen gezonde mensen uit voor de zending. Weet je waarom ze dit zeggen? Ze weten dat het heel moeilijk kan zijn. Heel zwaar. Zendeling in China is wel wat anders dan student in Engeland.
beste James, als je later gezond bent, kom je maar er eens terug. Dan praten we verder. Even later staat James weer buiten het grote gebouw. Hij voelt verdriet in zijn hart. Wil de Heere dan niet dat hij zendeling wordt? Hij weet het ook niet meer. En als hij thuis is, bidt hij tot God. Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Als u wilt dat ik zendeling wil worden, maakt u mij dan gezond en sterk. Heere, u wil geschieden, bidt James. En zo legt hij het in handen van de Heere God. Hoe zou het verder gaan? De Heere verhoort het gebed van James. Een paar jaar later is zijn oorontsteking helemaal weg en wordt hij aangenomen als zendeling. Maar dan moet hij nog heel veel leren. In China is alles anders dan in Engeland. En het is heel moeilijk om de Chinese taal te leren. James moet leren lezen en schrijven in het Chinees. Alleen als hij de taal goed kan schrijven en lezen, dan kan hij ook de Lishu-mensen van de Heere vertellen. Het Lishu-volk woont in de bergen in het binnenland van China. Daar gaat James wonen en leren. En thuis, in Engeland, als James met de boot vertrokken is voor de verre reis naar China, dan gaat zijn moeder naar huis. Zijn moeder gaat bidden. Elke week bidt zij tot de Heere, samen met andere mensen. Heere God, wilt u James helpen? Wilt u hem bewaren? Mag hij de Lishu-mensen van u gaan vertellen? En samen met elkaar leggen ze dat in handen van de Heere. Elke week, week in week uit. Ondertussen woont James in China en doet hij erg zijn best. Hij logeert in een Lishu-dorp in de bergen in China. Als hij uit het raam kijkt, dan ziet hij heel veel mensen over straat gaan. Mensen met prachtige kleurige kleren aan. Chinese mensen. En James denkt, ze kennen de Heere niet. Ze dienen de afgoden. En daarom doet hij zo goed zijn best. En om te oefenen met de taal gaat hij naar de markt. Daar koopt hij wat eten en hij praat met de mensen. En soms gaat hij op een ezel met iemand samen de bergen in. Samen met een gids die de weg goed weet. Ze bezoeken dorpjes in de omgeving en daar praat hij met de mensen. En zo leert James steeds meer van het land. En het lukt hem steeds beter om met de mensen te praten. Op een dag zien we James op de markt staan. Er zijn heel veel mensen naar de markt gekomen. Sommigen hebben een kraam met spullen. Ze verkopen potten of gereedschap of andere spullen. En andere Lishu-mensen, die hebben groenten bij zich uit hun tuin en dat verkopen ze ook op de markt. En kijk eens, het is heel druk en daar in die drukte, daar staat James Fraser achter een tafeltje met boekjes. Het zijn boekjes met het Marcus-evangelie. Sommige mensen staan stil bij zijn tafeltje. Ze kijken of pakken even een boekje vast. En James ziet aan hun gezicht als ze wel zo'n boekje willen hebben. En dan kijkt hij vriendelijk en zegt een paar Chinese woorden die hij kent. En iedereen die wil, kan zo'n boekje krijgen. Een stukje bij hem vandaan staat een jongetje. Het ventje heeft de boekjes zien liggen. En hij denkt, mijn vader leest heel graag in boeken. Hij wil vast wel zo'n boekje van die meneer hebben. Maar het jongetje durft het niet te vragen. En plotseling gebeurt er wat. Het is heel druk op de markt.
mensen dringen en duwen om bij de kramen te komen. En dan ineens stoot iemand tegen het tafeltje van James. En het kipt om. En de boekjes vallen allemaal op de grond. James zet gauw de tafel weer recht en een paar mensen helpen hem om de boekjes weer op te rapen. En ze mogen er ook een hebben als ze dat willen. En het jongetje, hij zag de tafel omkippen. Eén boekje viel vlakbij hem op de grond. En snel pakt hij een boekje en steekt het in zijn broekzak. En hij glipt tussen de mensen door en weg is hij. Hij heeft een boekje voor zijn vader. En de vreemde man heeft niks gezien. Na een lange tijd gaat James weer de berg in en komen we hem tegen in een ander gebied. Hij woont in een klein dorpje in de bergen. Kleine rivier heet het dorp. En samen met Oude Vijf is hij de berg ingetrokken. Oude Vijf is een man die christen geworden is. En hij helpt James trouw. Hij weet goed de weg. Hij wijst hem de weg in de bergen en hij leert hem nog meer Chinese woorden. En vaak probeert James nu de Lisu mensen over de Here te vertellen. Ze moeten de Heer Jezus leren kennen. Maar de meeste mensen blijven de afgoden dienen. James Fraser wordt er erg verdrietig van. De Heer wilde toch dat hij zendeling wilde worden. En het lijkt wel of de mensen niet naar hem willen luisteren. Hij wordt er somber en moedeloos van. En steeds weer bidt hij of de Heere mensen wil bekeren. James weet ook wel dat dat heel moeilijk is. Mensen zijn bang voor de straf van hun goden. Of als ze christen worden, worden ze misschien dan door hun familie in de steek gelaten. Zou de Heere het gebed van James dan niet verhoren? De Heere hoort het wel, maar James moet iets heel belangrijks leren. De Heere werkt niet in de harten van de mensen, omdat hij James zo goed zijn best doet. De Heere wil in stilte werken wanneer hij dat wil. Ook in de harten van de Lisu mensen. In alle stilte werkt God door de Heilige Geest. Dat moet James leren. Op een dag zien we James weer in het dorpje op de markt staan. Hij is veel op reis geweest samen met Oude Vijf in de bergen. Hij heeft er spierpijn van. En zijn de mensen tot geloof gekomen? James merkt er zo weinig van. Vlakbij hem, op de markt, gaat een groepje mensen spullen uitpakken en klaarzetten. En zometeen als ze klaar zijn, gaan ze daar een toneelspel spelen voor de mensen, waar de mensen naar kunnen kijken. Wacht, James, die mensen hebben toch nog geen mensen om naar te luisteren. Ik ga muziek maken. Ik pak mijn accordeon. Dan kunnen ze daar alvast naar luisteren. En James pakt zijn accordeon en hij gaat muziek maken. Hij zingt een christelijk lied en dan vertelt hij de mensen over de Heer Jezus. Jezus, de Zoon van God, de zaligmaker van zondaar. Veel mensen blijven staan. En ze luisteren naar het lied en ze horen over de Heer Jezus. En dan vraagt James, is er iemand die nog meer wil weten van Jezus Christus, de redder van de wereld? Even wacht hij en dan komt er een man naar voren. Hij kijkt naar de zendeling en zegt, ik ben Mota. En ik wil alles weten van Jezus waar u over sprak. Komt u met mij mee? James kijkt hem aan en hij knikt en hij pakt zijn accordeon en hij gaat
met Mota mee naar huis. Even later zit hij in de kleine keuken achter de bakkerswinkel van Mota. In de kamer, in de keuken, zitten ze aan tafel. En kijk eens, Mota stapt op. Hij staat op, loopt naar de kast en pakt een klein boekje uit de kast. De kaft is omgekruld en er zijn gescheurde bladeren. In dat boekje heeft hij veel gelezen, dat kun je wel zien. Maar James Fraser kijkt verbaasd naar het boekje in de handen van Mota. En hij denkt, dat boekje ken ik. Het is een Marcus-evangelie. Dat heb ik lang geleden, ver hier vandaan, uitgedeeld op de markt. Mota ziet dat James verbaasd kijkt. James vraagt, hoe komt u aan dat boekje? En Mota zegt, mijn zoontje bracht dat een keer mee, van de markt, ergens anders. Zonder dat James het wist, heeft de Heere het gestolen boekje gezegend. Luister maar. Mota zegt, ik heb het verhaal gelezen. Wil je mij meer over Jezus vertellen? Dat wil James wel doen. En de volgende dag blijft de winkel van Mota dicht en zitten ze in de keuken achter de winkel en praten ze samen over de dingen van de Heere. Mota heeft heel veel vragen. En James probeert te vertellen van de Heere. Hij blijft wel een week lang bij Mota. En elke dag weer praten ze over het evangelie. Mota wil de Heere dienen. God werkt in zijn hart. Maar, zegt James, u heeft nog wel een paar afgodsbeelden hier in huis. Je kunt niet God dienen en de afgoden blijven dienen, zegt James. We zullen de Heere bidden. Samen knielen ze in de kamer. Heere, wilt u Mota kracht geven om u te dienen en de afgoden weg te doen? Na het gebed staat Mota op. Hij pakt het grote afgodsbeeld en nog een klein afgodsbeeldje. En samen lopen ze naar de tuin achter het huis. En daar verbrandt hij zijn afgoden. En er komt een grote vrede in het hart. Blijdschap en vrede in zijn hart. En Mota wordt een goede vriend van de zendeling. Na een poosje gaat James weer op reis. En Mota zal de mensen in zijn eigen dorp van de Heere God vertellen. Als James weer verder gaat. Overal waar hij komt, vertelt hij over Jezus, die zondaren redt. En soms als hij moe is en denkt, zou de Heer mijn werk wel willen zegenen? Dan denkt hij aan Mota. Zonder dat James het wist, werkte de Heer in het hart van Mota. En als James daaraan denkt, dan krijgt hij weer moed. En kan hij de mensen ook weer achterlaten en leggen in de handen van de Heere God. James heeft gezaaid en de Heere zal het zegenen. Steeds meer mensen van het Lizu-volk gaan de Heere dienen. Ze doen de afgoden weg. De Heere zegent het werk van James Fraser door de kracht van de Heilige Geest en alleen wanneer